Trouwens, Joyce, ik heb nog een paar vragen voor je. Ik ga het nog niet vragen. Ja hoor. Want dan zet ik hem op pauze en dan gaat de klas. Dan mogen jullie het antwoord geven. Dat lijkt me leuk. Kom maar op. Uit één pot, hoeveel gerbera's word je daaruit geplukt? Nou, dat is wel een lastige vraag. Het zijn 80 bloemen. Zo, dat is veel. Nou hè? Mm-hmm. En weet je hoeveel potten we hebben? Hoeveel dan? Veel te veel. Dat snap ik. Het zijn gewoon denk ik ontelbaar. Denk het ook, ja. Nou, dan komt nu de tweede vraag. Noem drie basiskleuren die de gerbera heeft. Weet jij er drie of weet je ze allemaal? Ik hoop dat ik ze allemaal weet, want anders doen we denk ik iets verkeerd. Maar zal ik eens opnoemen? Ja. En dan mag jij zeggen of ik het goed heb. Ja. Rood. Ja. Roos. Ja. Geel. Ja. Oranje. Ja. Wit. Ja. En lila cerise. Paars. Ja. Yes. Waren ze dat allemaal? Ja. Joyce, hoe kan je eraan zien dat een gerbera goed is om geplukt te worden? Nou, als jullie goed opgelet hebben in het filmpje, dan heb ik dat uitgelegd. Maar als jullie het niet meer weten, wat ik me ook kan voorstellen, dan kan je dat zien aan de kleine gele puntjes in de bloem. Ja. En als die helemaal vol zit erin, dan is de gerbera goed en dan kan je hem plukken. En weet jij nog hoe je de bloem moest plukken? Ja, je moest hem onderaan pakken en dan een beetje draaien en trekken en heb je zo de bloem. Kijk, hoe lang duurt het nog voordat je mag werken? Als ik oud genoeg ben? Ja, heel goed. Dan kom je maar gezellig op zaterdag bij ons plukken. Ja. Goed? Dat lijkt me heel leuk. Deel. Ja. Nou, dit was mijn spreekbeurt en ik ga straks en zijn er nog tips en tops en de vragen. Kijk, ik ben benieuwd. Jammer dat ik er niet bij kan zijn. Dankjewel dat ik bij je mocht langskomen en ik vond het heel leuk. Ik vond het ook erg leuk. Ja. Succes!